Goedemorgen, leuk dat jullie kijken weer naar een nieuwe vlog. Het is vrijdagochtend en er ligt sneeuw. En we gaan zo naar school lopen en ik ben nog heel snel even mijn ontbijt aan het eten. Kiek. Helemaal verstopt. Zo, het is al een stuk later, want Sarah is al naar school geweest. Dan heb ik overlijf gehad en weer op school en ik ga er nu halen. En dan gaan we naar zwemles. Het is vandaag kijkdag. En ik hou van kijkdag. Dan kan ik het echt goed zien vanaf binnen. Dus dat is helemaal leuk. En vanavond heb ik geen zin om te koken, dus ik denk dat we ergens wat gaan eten. My favorite. Ik ben jouw klant. Dan vragen we, hebben jullie een ijsje besteld? Ja, lekker. Het is ook het laatste, een beetje donker. Ik was met mijn kleine vriendin hier aan het chillen. Maar die vond het piepje van de camera niks. En ik ben echt zo druk bezig geweest de avond. Ik heb echt mega veel gedaan. En nu had ik honger. Dus weer popcorn. Ik moet gewoon altijd eten. Oh, wat een honger. Ga je er nu maar bij liggen, meisje? Dus ik ga dit even eten. En ik was nog met wat fotootjes bezig. Daar ben ik bijna mee klaar. En dan ga ik lekker slapen. Goedemiddag weer. Ik heb vanochtend niet gevlogd. Ik was lekker met Sarah bezig en nu ga ik even lunchen. Ze heeft net al gegeten. Ik heb lekker noedels gemaakt. Het koude weer heb ik echt elke keer alleen maar zin eigenlijk om het liefst warm te eten. Ook tussen de middag. Dan heb ik het gevoel dat ik warm blijf. Dus dat. En ik ben bezig weer verder met opruimen. Ik heb nog 2 maanden en min een paar dagen. Dus als ik doorwerk moet het kunnen lukken. Oh, wat? Oh, jij moet wel hoi allemaal zeggen, hè? Oh. Je mag gewoon verzinnen wat je wilt. Oké. Hoi. Hoi. Ik ben Lola. En ik ben Marisa. En wij vinden dat jullie heel goed in YouTube zijn. Ja. Yeah. En ja, we kijken jullie ook zeker. En elke keer als er een nieuwe video is, willen we hem gelijk kijken. Ja, dus, ja, zeker. En wij zouden het leuk vinden om ook een keer een video te komen. Dus ja. Goedemorgen, het is zondagochtend. Nou, dat is de zin in mijn gezicht. Mijn huid is nog steeds heel slecht. Maar ik begin wel goed. Ik heb een ontbijtje van Sarah gekregen. Dus nu gaan we naar de kinderboerderij, toch? Jij bent uitgekookt. Sarah vraagt dat me net echt, nou, 10 seconden geleden. Ik zei, nou, moet heel even kijken. En ze deed, de camera staat aan. Dan heb je net gewoon tegen me gezegd. Dan moet je. Maar we gaan even kijken. Gisteren natuurlijk heel druk bezig geweest met opruimen. En onze slaapkamer moet ook gewoon helemaal gedaan worden. Daar is Marco gisteren aan begonnen. Dat lukte, want af en toe staat hier echt een heel groot probleem. Dus dat is heel fijn. En ik hoop ook echt dat het gaat lukken om het in de aankomende weken ook echt allemaal te doen. En dus fingers crossed voor ons. Geef even gewoon een duimpje omhoog als je vindt dat hij er tijd voor moet hebben. En ik ga dus nu even mijn ontbijtje, ik had de waterkoker aangezet, en nog even een theetje zetten. En dan zal even douchen, aankleden, opmaken, want dit even uit de kreukels halen. En ik ben klaar al. Ja. Want ik heb mijn slippers aan. Ja, Sarah heeft haar eigen styling gedaan. Mag ik met mijn slippers naar buiten vandaag? Nou, Sarah, het zit tegen het vriespunt aan, dus dat vind ik niet zo heel. Nee, het is heel lekker weer, want de zon schijnt heel erg. Ja, toch is het heel koud, maar het ziet er heerlijk uit buiten, absoluut. Ik ga dus even mijn theetje zetten en dan kijken we zo even wat we doen. Ik moet en zal gewoon dat huis voor de lente af hebben. Dat blijft mijn streven en daar ga ik voor en daar ben ik heel hard voor bezig. Daarom af en toe pak ik ook de camera gewoon niet, want dan ben ik zo druk bezig en dan gaat het zo goed en dan is het een beetje een onderbreking. Maar ik probeer wel af en toe wat te laten zien. Ik ben ondertussen aangekleed en Sarah heeft zichzelf aangekleed, maar die wil er echt van alles van maken. Maar het is zondag, dus vandaag mag ze zelf stylen. En ik heb mijn haar mooi gedaan. Ja, geweldig. En mijn broek heeft veel. Ik zal ook even mijn outfit laten zien. Dat is in Sarah's spiegel misschien zelfs nog wel makkelijker. Die trui aan van de shoplog met splitjes. Maar ik heb er echt, omdat het koud is, wel een topje onder. Die high-waist jeans van Benetton met de scheuren erin. Ik vind deze trouwens wel echt heel mooi zitten. Hij sluit gewoon heel mooi. En nog op mijn sokken. Ik doe zo die zwarte laarsjes aan. En we hebben net mijn moeder gebeld. Sarah miste oma heel erg. Want die was op vakantie geweest. Dus daar gaan we zo nog even langs. Dus nu even snel een paar dingetjes in huis voor weggaan. Oh, wat heb je nou? Oh, ga je die erover doen? Ja. Nou, het wordt wel echt een kunstwerk vandaag, je outfit. Waar is alles van, mama? Je vestje is van de Primark. Je jurk is van de River Island. Je maillot. Weet ik niet, want je hebt er heel veel. Ik weet niet welke je nu aan hebt. En is het een mooie hemd? Een Paw Patrol hemd. Je schoenen zijn van de Zara. En je sokken weet ik niet. Die heeft oma meegenomen uit het buitenland. Dus ik heb geen idee. Zo, en nu gaan we naar oma en mijn bukjes en mijn pop en mijn knuffel en mijn tas. Ja, je hebt heel veel bij je. En mijn moeder en ik. Ik moet zo lachen om jou. Ik vlog, maar ik krijg af en toe niet eens de kans, want jij bent nog grotere vlogger. Dat is echt hilarisch. Dus ja, we hebben even besloten dat we langs mijn moeder gaan. Hey. Volgens mij zag ik Rosalie die ik ken van mijn ballet. Oh nee hoor, dat was ze niet. Dat was iemand anders. Jawel. Maar goed, we gaan dus even langs mijn moeder. Die is op vakantie geweest. Dus naar Kelly. Kelly kennen jullie ook vanuit de vlogs. En die is weer terug. En Sarah had het natuurlijk even niet gezien. Dus dan gaan we even een bakkie doen. En ik heb echt wel heel veel gedaan. Wat ik wil proberen, ons zolder staat echt heel vol. Ook met spullen vanuit Marco's werk en alles. Dus ik ben aan het kijken of ik daar ruimte kan maken. En als we dan die slaapkamer willen doen, dat ons bed even daar kan terwijl we klussen. Maar dat is echt wel een plan wat ik heb bedacht. Dat ik denk, hoe ga ik dit doen? Maar goed, ik ga het gewoon proberen. En ik heb al een heel stuk gedaan in ieder geval daarnet. Dus we gaan zien of dat lukt. En voor nu ga ik gewoon even ontspannen. Zo, we zijn thuis. Ik moet nog een beetje bukken, anders krijgt de camera hier niet op plek. En ik ben al aan het koken. En Marco is de fotolijstjes aan het ophangen. Iedereen die al langer kijkt. Heel wat vlogs geleden had ik hier een wand met foto's. En toen gingen we stukken. Toen waren ze dus gelijk weer van de muur af. Maar die gaan nu even tijdelijk in de gang. Hier zijn de muren natuurlijk net gestukken. Ik weet nog niet wat ik met de kamer helemaal wil. En daar zijn we ook niet. We gaan een beetje van rond naar her. Dat moet ook echt stoppen. Dus de muren in de gang wil ik toch nog laten doen. Dus dat maakt me niet zo uit of daar nu gewoon random in geboord werd. Dus mijn lijstjes gaan nu in de gang. Daar ben ik echt wel heel blij om. Want nu lagen ze al die tijd in een la. Waar niemand de foto's ziet. En ik was ook mijn hele la daaraan kwijt. Dus dat vond ik ook iets minder leuk. Dus ze hebben dadelijk een plekje dat ik in ieder geval elke dag langs loop heel vaak. Dus dat vond ik wel heel leuk. Ik zal dadelijk even laten zien hoe het voor nu dan even tijdelijk hangt. En het wordt ook donker. Je moet gewoon met licht, anders wordt het de volgende vlog. Maar ik zal het wel even ergens laten zien. Ik ben nu lekker lasagnette aan het maken. Dus dat is wel... Ik moet er echt trek in. Een beetje stevige maaltijd met koude weer. Goedemorgen, ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten, dus bij deze nog even snel. Vergeet je niet te abonneren, laat even een duimpje achter en een leuke reactie. En dan zien we jullie de volgende vlog. Doei! Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Mijn dag begint iets minder leuk. Sarah trekt het kruisliep open. Hele vloer ligt op mij en we moeten op tijd op school komen, dus dat is echt een dingetje. Dus ik ga dit even opruimen. Jee, mam live soms.